Daily Minutes met een nieuwste tijd van vandaag, 17 augustus 2015. Dus het bulletin van maandag. About our data segment today. Today we will have some plain Bordeaux code with 50 baud with a standard 170 Hz separation, 170 Hz, around 1500 Hz, around 1500 Hz, which should work with both the Minimodem command line program as well as FLDigi. Vandaag speciaal voor gebruikers van het MIDI-modem programma een stukje tekst met 50 baud Bordeaux code met standaard 170 Hz shift rondom 1500 Hz. Het zou moeten werken zowel met MIDI-modem als met FLDigi. De Fiat wil zelf uw gsm kunnen afluisteren. De Belastingdienst wil niet meer afhankelijk zijn van de landelijke politie om uw gsm te kunnen afluisteren. Ze vraagt aan de minister toestemming om eigen IMSI-catchers te kunnen gebruiken. Dit zijn gsm-basisstations die in een grote koffer passen en gebruikt worden om een hele omgeving mee af te luisteren. Dus centamateurs, let op. U kunt uw vergetenachtigheid op uw belastingaangifte maar beter niet meer over uw mobiele telefoon bespreken. Eindelijk is er duidelijkheid over de Periton radiosignalen die radioastronomen lang hebben doen twijfelen. Het begon in 2010. Toen werden er vreemde signalen opgevangen door de Parkes radiotelescoop in Australië. Later werden de waarnemingen bevestigd door de Blijen radiotelescoop in Zürich aan de andere kant van de aarde. In totaal zijn er door wetenschappers wel 25 Periton-events geconstateerd. Er is tot nu toe stevig gespeculeerd over de bron van de radiostraling. Men meet signalen, pulsars, zwarte gaten en andere sterrenbronnen zijn allemaal de revue gepasseerd. Andere laboratoria hebben ook meegezocht naar de Peritons en deze niet gevonden. Toen bleek dat de Periton-events alleen voorkwamen tijdens de kantooruren. Hierop richtte men de aandacht op de aanwezige magnetronoven. Al snel was deze gevonden als de bewezen bron van de radiostralen. Dit was vreemd, want hij was wel goed afgeschermd. Maar wat bleek, als je niet wacht totdat het magnetron klaar is met opwarmen, maar je eerder het deurtje openmaakt, duurt het even voordat de magnetron stopt met zenden. Hiermee was het fenomeen verklaard. De sportieve wetenschappers hebben wel een paper gemaakt over een onderzoek. Getiteld Identifying the Source of Peritons at the Parkes Radio Telescope. Is erg leuk om te lezen. Hier nog een klein berichtje voor SSTV-liefhebbers die niet op de HF kunnen uitkomen. Er is inmiddels een SSTV-station welke uitzendt op de SATCOM-satellieten. Een piraat natuurlijk. Het mag een publiek geheim heten, maar de SATCOM-satellieten zijn door iedereen te gebruiken. Er zijn geen technische maatregelen genomen om het uitzenden te voorkomen. Het is natuurlijk illegaal. En je moet over een sterke maag beschikken om de uitlevering naar de VS af te wachten. Want de jongens en meisjes van de AT zullen je maar al te graag willen oppakken. Maar goed, dat neemt niet weg dat men in landen waar de pakkans minder is, stevig tekeer gaat op de SATCOM-satellieten. Er wordt regelmatig oeverloze telefoongesprekken gevoerd over inkopen doen in Brazilië. En nu dus ook SSTV op 252.151 MHz. Wel is in de berichtgeving hierover niet duidelijk of de signalen ook in Europa te ontvangen zijn. Misschien kan een van de luisteraars hier meer over vertellen. Een enkele foton is al in staat het elektron uit zijn baan te schieten. Heinrich Hertz ontdekte dat reeds eind 19e eeuw door elektriciteit op te wekken door metaal met ultraviolet licht te beschijnen. Het foto-elektrisch effect is daarop gebaseerd. De energie die nodig is om een elektron uit zijn baan te slaan is de helft van de massa van het proton maal de omloopsnelheid in het kwadraat, oftewel E is mv kwadraat. Aan dit inzicht hebben we het zonnepaneel te danken. Niet alleen fotonen kunnen dat, maar ook andere deeltjes die voldoende snelheid hebben. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz en 5 minuten later op PI2NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10 uur 30 op PI2NOS en om 14 uur 30 op 9560 kHz. Mailadres van de uitzendingen is x@xdv.me. E-S-I-I. E-S-I-I.